Kennelhoest is een zeer besmettelijke aandoening van de keel en de luchtpijp. Het begint met een droge hoest, alsof de hond iets in zijn keel heeft. Sommige honden hoesten zo lang door dat ze gaan braken en slijm opgeven. Soms zijn ze sloom en hebben ze koorts. Er zijn verschillende virussen en bacteriën die ontstekingen aan de voorste luchtwegen kunnen veroorzaken of de hond verzwakken zodat andere bacteriën een kans krijgen. Maar ook stress kan een hond vatbaar maken voor kennelhoest. Bij gezonde honden heeft de aandoening meestal een mild verloop en is het niet altijd nodig om antibiotica voor te schrijven. Rust en een hoestdrankje zijn vaak afdoende. Pups, oudere honden of zieke dieren moeten wel worden behandeld met antibiotica om te voorkomen dat de hoest chronisch wordt of complicaties als bronchitis en longontsteking geeft. Kennelhoest wordt verspreid via uitgehoeste vochtdeeltjes en slijm. Het kan ook via kleding of handen worden overgebracht. Laat je hond niet aan hoestende honden snuffelen. Was je handen als je andere honden hebt geaaid. De jaarlijkse vaccinatie beschermt een hond tegen een aantal virussen die kennelhoest kunnen veroorzaken. Er bestaan daarnaast speciaal op kennelhoest gerichte vaccins. Pensions stellen deze vaccinatie vaak verplicht. Als je veel met je hond tussen andere honden komt, bijvoorbeeld voor shows, is het verstandig om je dierenarts naar deze vaccinatie te vragen. Ook de puppycursus is een bekende besmettingsbron. Ga nooit zelf dokteren. Raadpleeg altijd je dierenarts als je hond hoest. Er zijn vele aandoeningen die gepaard gaan met hoesten, bijvoorbeeld hart- en longproblemen. Er zijn twee typen kennelhoestvaccins. Eentje wordt geïnjecteerd, maar geeft slechts een paar maanden bescherming. Een neusdruppelvariant zorgt voor antistoffen in neus en keel en geeft een jaar bescherming.